vrouwtjes die leveren eieren of melk of voeden nieuwe dieren op. Maar mannetjes zijn niet zo vaak nodig. Alleen een paar om te dekken. En verder hebben we die niet nodig. Het is gewoon hartstikke zon. Dat zijn gewoon dingen die verschuiven in de eetwereld. Wat er positief zou kunnen worden, denk ik, is misschien een proces binnen Europa, waar we na de Brexit, als die goed gaat verlopen, en vanwege de andere rol van de Verenigde Staten, misschien wel meer naar elkaar gaan toegroeien. Weet je, vroeger als je een lelijk stuk over iemand las in de krant, was dat heel impact heel groot. Het waait nu ook wel sneller voorbij, maar ik vind daardoor het debat of de discussie wel eens wat vijandig geladen, laat ik het zo zeggen. Ik verwacht grote doorbraken in genetische manipulatie, dus misschien wel het bestrijden van belangrijke ziektes.